degene die de dialoog, die wegloopt voor dialoog, die heeft verloren. Ja. Dus in dit voorbeeld zou ik zeggen, Sylvana Simons, nodig haar uit bij Ongehoord Nederland om in debat te gaan met iemand die daar in dat item zat. Ja. Om te kijken, wat moeten we nou met discriminatie en hoe zorgen we dat we dat uitbannen? Want we zeggen allemaal niet racistisch te zijn. Nou top, dan zijn we het daar dus over eens. Ja, lijkt precies. Een goed gesprek. Wat we vaak doen is oplossingen die geen oplossing zijn. Als wij die stem niet meer laten horen of zeggen van jongens, die oproep moet weg of ik veel wat. Ja, daar hebben we het probleem nog steeds niet mee opgelost. Dan heb je alleen maar mensen een stem ontnomen. En tegen elkaar opgezet. En tegen elkaar opgezet en er is boosheid en die gaat dan ondergronds. Kijk, daar moet je natuurlijk nog meer voor opletten. De mensen die niet mogen spreken, die hun mening niet mogen uiten, die wordt vaak radicaler. Professor Schippers, may I ask you some questions? Yes, of course. What do you want to know, Rico? Je bent nu op weg naar de boekpresentatie. Ja, we gaan naar een boekpresentatie. Ja, naar een boekpresentatie. Dus er was iets in een politieke partij in Nederland bijeen, dat de voorzitter ging weg en er kwam een andere voorzitter. En de indruk die je krijgt als je dat volgt, is dat niet per se gekeken wordt naar de kwaliteit van die mensen. Maar of de ene meer inclusief is dan de andere ofzo. Dus positieve discriminatie. En er is een Nederlandse omroep die daar dan de draak mee steekt. Van ja, zie je wel, ze zeggen antiracisme, ze noemen ons racist, maar moet je eens kijken wat ze doen bij bijeen. En dat was een item een paar dagen geleden op de televisie, waar ze op nationale televisie mogen uitzenden. En daar viel iedereen overheen. Heb jij die uitzending gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Ik kijk eigenlijk geen tv. Nee, maar je kan het dus terugkijken bij Uitzending Gemist. Snap ik. En ik kijk er eigenlijk ook niet naar, het is niet mijn zender. Nee. Maar ik zie dat trending topic zijn in Twitter. Ik denk, oh, even kijken wat gebeurd is. Ja, jij als journalist kijkt natuurlijk naar dingen waar ophef over is. Maar er is tegenwoordig zoveel ophef over zoveel dingen dat ik denk van, nou het zal wel. Maar ja. Kijk, eigenlijk als je vaak bij dat soort dingen, dan dat is iets wat dan heel nauw luistert of wat heel erg na aan het hart ligt bij mensen. En daar lopen emoties heel hoog op. Maar als je gewoon even terug gaat naar de basis. Discriminatie is eigenlijk iets van alle tijden en daar wordt heel vaak over gesproken. Alleen als je teruggaat naar de basis, dan moet je eigenlijk kijken wat is discriminatie. Nou, dat is onderscheid maken. En onderscheid maken tussen groepen mensen op basis van, je kan ook van alles en nog wat onderscheid maken. Je kunt ook zeggen van wij verschillen van de dieren. Dat is ook dus er zijn allerlei manieren waarop je dat kan doen. En de een is wat meer sociaal geaccepteerd dan de ander. Ja. Heel simpel. Maar goed, sommige vormen van discriminatie zijn verboden bij de wet. Ja. Hoe zou je dat omschrijven? Dan wat mag er dan? Dit vind ik lekker, dat vind ik niet lekker. Dat is ook discriminatie. Ja. Maar wat is er dan? Waar begint het verbod of zo? Ja, je mag wel discrimineren op basis van prestaties bijvoorbeeld. De een presteert beter dan de ander en die wint dan de Olympische Spelen. Maar je mag niet, voor zover ik de wet ken, discrimineren op basis van uiterlijk, zoals geslacht, huidskleur, geloofsovertuiging, al dat soort dingen. Dat is bij wet vastgelegd. En ja, ik denk omdat we dat om een goede reden hebben gedaan. Dat er geen willekeurige hebben. Nou ja, wat ik dus zie is dat er twee groepen elkaar zitten aan te wijzen. Van ja, jij discrimineert, nee, jij discrimineert. Dan denk ik, oh god, gaan we weer. Ja. Nou ja, als ik kijk vanuit de psychologie, dan heb je een heel mooi verhaal. Het gaat heel makkelijk. Ze hebben op een gegeven moment is er een experiment gedaan. Dat is gedaan door Sherif en Sherif. Het zijn twee psychologen die willen onderzoek doen naar hoe discriminatie nu eigenlijk ontstaat. Nou, wat doen ze? Een beetje de jaren 60, vorige eeuw. Ze nodigen jongens uit op een zomerkamp. Allemaal dezelfde, blanke jongens, een beetje van goede families. En die worden allemaal bij elkaar gezet in een zomerkamp. En er wordt competitie tussen de twee groepen gemaakt. Ja. En dat gaat heel goed. Dus op een gegeven moment bevechten ze die jongens elkaar op leven en dood zo ongeveer. Beginnen met voedsel te gooien van de ene tafel naar de andere. En in zoverre dat de psycholoog op een gegeven moment de hand in het haar zit. Hoe krijgen we nu weer die jongens een beetje, dat ze weer een beetje aardig tegen elkaar gaan doen. En niet elkaar steeds op leven en dood blijven bevechten.
Nou, toen hadden ze een idee. Er moest water gebracht worden naar dat kamp. En dat was een tankwagen. En toen hadden ze net gedaan of die tankwagen kapot was gegaan. En toen moesten ze, één groep jongens kon dat niet in hun eentje naar dat kamp krijgen. Toen hebben ze die twee groepen jongens, dus een soort gezamenlijk doel gegeven. Waardoor ze wel zeg maar die tankwagen naar dat kamp konden duwen. En toen was er weer wat saamhorigheid ontstaan. Dus zoals je ziet is het supersnel te creëren. En zeg maar opeenvolgende onderzoeken lieten zelfs zien. En dat noemen we de minimal group paradigm. Dus het minimale groepseffect. Als jij mensen naar het laboratorium vraagt, het labonderzoek gaat doen. Dus je nodigt ze uit op de universiteit en je plakt ze alleen maar een blauwe of een rode sticker op. Dan in één keer zien mensen elkaar al als groepen, als verschillende groepen. Dus dat is heel interessant. Dus eigenlijk zie je elkaar meteen al als twee soorten groepen en dat is heel makkelijk te creëren. Zelfs met mensen die precies, allemaal mannen, allemaal vrouwen. En wat doen we dan? Ik heb nooit met zo'n experiment meegedaan, maar je doet blauwe, rode stickertjes. Ga je dan bij je blauwe stickertjes staan? Of bij je eigen stickertjes? Dat gaan mensen al heel snel doen. Dan gaan ze bijvoorbeeld elkaar opzoeken van, wacht even, wij horen blijkbaar tot dezelfde groep. En als je ze dan punten laat verdelen, dat noemen we in-group, out-group. De in-group is dan bijvoorbeeld, ik heb een rood stickertje en ik heb het gevoel dat wij nu een in-group zijn. Dan ga je zeggen, oké, nu mag je punten of geld verdelen. Sommige onderzoekers lieten mensen geld meenemen of gaven zelf een pot geld die verdeeld mocht worden. Dan geven mensen hun in-group leden meer dan de out-group leden. Dus de mensen met de rode stickertjes geef ik meer geld dan de mensen buiten. Oké, maar je punt is, dat zit in je gewoon. Dat is genetisch. Mensen hebben dat. Dat zit zo ongeveer ingebouwd in ons systeem. Al heel jong zijn mensen daarmee bezig. En waarom hebben we dat? Is dat nuttig? Of, ja, ik ben geen evolutionair onderzoeker, maar ik denk dat dat voor de overleving nuttig is geweest om te zeggen van oké, we hebben scarce resources. Dus eigenlijk, we hebben niet voldoende te eten. Nou, wie ga ik dan wel wat geven? Dan geef ik mijn familie wat te eten. Dan geef ik de mensen die tot ons als stam behoren, geef ik wat. Ja, en de mensen die buiten die stam vallen, die hebben dan een beetje pech. En als het heel schaars is, als voedsel schaars is, of als... we zijn ook heel erg gaan denken vanuit een schaarste mindset eigenlijk. Oké, maar het is dus dat gedrag dat niet mag. Je mag niet dat onderscheid. We willen dat onderscheid niet. Dus we willen... Ja, in de moderne samenleving proberen we dat te onderdrukken bij mensen. En natuurlijk heeft het ook zijn nadelen. Kijk, functioneel gedrag heeft ook altijd een dysfunctionele kant. Als je het op een hele extreme manier doet of als je het op een oneerlijke manier doet. Maar in onze samenleving zeggen we, er is in principe voldoende. Dus je mag niet als iemand komt solliciteren zeggen van, sorry, je hebt de verkeerde huisdeur. Het is super dysfunctioneel. Dus ik deed sollicitatiegesprekken, dus intakegesprekken. Ja. Dan heb ik een goede kandidaat, maar hij is te oud. En dan heb je een manager die zegt, ik wil geen mensen die ouder zijn dan 55. Ja. Of dan heb je een vrouw, tussen 30 of zo. Ja. En dan heb je een manager die zegt, ja dag, dat moeten we niet willen, want die worden zwanger en dan heb je ook gedoe mee. En dan zit ik dus in de situatie dat ik de goede kandidaat, ik kan haar of hem wel selecteren. Ja. Maar dan moet ik de strijd met het hogere management daarop voeren. Dat is hartstikke dysfunctioneel, want ik krijg mijn goede medewerker niet. Ja. Wat is dat nou? Dat is dysfunctioneel en het is ook nog eens tegen de wet natuurlijk. Want je mag iemand, stel dat je iemand gaat afwijzen op dat punt. Dan zeg je, sorry mevrouw, maar u zou zwanger kunnen worden. Ik ga u niet aannemen. Ja, dat ga je natuurlijk nooit in je afwijzingsbrief zeggen, maar dat kan natuurlijk niet. Nee, ik wijs ook niet af. Nee, goed zo. Dat is wat ik deed. We gaan hem afwijzen vanwege dat ze zwanger wordt. Nou, hoe zal ik dat opschrijven? Zal ik het conceptbriefje van jou sturen eerst? En dan is de manager boos op mij. En dan trouwens, dit is een echt verhaal. Die mevrouw heb ik echt aangenomen. En zij werd de manager op die helpdesk toen. Ze was aangenomen voor een helpdeskfunctie. Ja. Een paar jaar later was zij de manager helpdesk. Goed zo. Ja, dat is een leuk verhaal, ja. Ja, dat is in ieder geval een happy end in dit geval. Maar dat is wel heel bijzonder. Toen ik zwanger was, zat ik in een zwemgroep. En van de drie dames die daar waren, werden er twee ontslagen omdat ze zwanger waren. Laten we zeggen, dat werd natuurlijk niet gezegd, maar daar kwam het wel op neer. Dus dat vond ik bijzonder dat nog steeds gebeurt. Ja. Ik denk, het is gewoon tegen de wet, maar het gebeurde dus echt, hè? Dus maar als ik dan terugga naar die uitzending waar dit gesprekje over discriminatie mee begon. Ja. Je had een politieke partij die inclusief in alles wil zijn en daarmee positief discrimineert. Maar discriminatie is discriminatie. Volgens mij als je een afweging maakt op basis van uiterlijkheden,
Ja. Of je dat nou positief bedoelt of negatief, het is, voor mij is het net zo erg. Ja, kijk, wat mensen natuurlijk willen doen is zeggen van nou, die groep die wordt al gediscrimineerd, dus dan gaan we het omdraaien en dan gaan we ze bevoordelen. Maar dan, daar los je het probleem niet mee op. Dan schep je weer een nieuw probleem mee, denk ik. Okay. En dan heb je die, die omroep, ja, die het tegenovergestelde gaat doen. Ja. En hun premissen, hun centrale vraagstelling in dat item was: discrimineren negers ook? Nou, er gaan twee dingen mis. Je gebruikt het woord neger. En je stelt de vraag of mensen op basis van uiterlijkheden bepaald gedrag vertonen. Dat is in zichzelf een discriminerende vraag. Ja. Dus daar viel Nederland overheen. Ja. Ik zou zeggen, mensen zijn mensen en die hebben gelijkaardige neigingen. Dus ja, waarom zou je je dat afvragen? Ik kan me voorstellen dat alle mensen dat doen. Nou, en de een wat meer dan de ander. Want kijk, cultureel bepaald is het natuurlijk dus deels ook cultureel bepaald. En je hebt dingen die neigingen die aangeboren zijn. Maar dan heb je ook een cultuur die zegt van hé, maar dit doen we hier niet. Dit zijn dingen die we hier wel en weer niet doen. Ja. Maar hoe lossen we dan het probleem op? Ik zie dat als een probleem in ieder geval. In de Verenigde Staten is een mooi voorbeeld. Als je kijkt naar de gevangenispopulatie. Echt, bijna iedereen in de Amerikaanse gevangenis is zwart. Dat is toch wel een issue, zeg maar. We doen gelijke kansen, zeggen we. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar wie er in de gevangenis opgesloten wordt, dan werkt dat niet goed uit. Nou, in de praktijk, kijk, je kunt dingen wettelijk vastleggen, maar praktisch in de praktijk gezien zie je bijvoorbeeld dat als een onderzoeksvoorstel beoordeeld moet worden. En er is ook een onderzoek waarin een onderzoeksvoorstel beoordeeld moet worden of het wel of geen subsidie zal krijgen. En je hoeft maar één letter in de naam te veranderen. Dus hè, er komt een A achter. En dan zie je al dat er een verschil is in de beoordeling. Als het door een vrouw geschreven is, minder vaak die subsidie krijgt dan als het door een man geschreven is. Terwijl het alleen maar op papier zo is. Het is exact hetzelfde voorstel. En hoe lossen we dat op dan? Ja, hoe lossen we dat op? Die naam veranderen gaat hem niet worden. Nee, klopt. Wat we in de wetenschap doen is blind of double blind. Hè? Dus zodat je niet weet of het een man of een vrouw is. Ja. En ook niet weet wie het geschreven heeft. Dat is ook niet altijd handig, want soms weet je gewoon wat iemands onderzoeks. Dus kun je het een beetje raden. Het is heel lastig op te lossen. Ik denk dat je dit zou moeten laten zien ook aan mensen. Ik zeg altijd, hè, we hebben biases en errors. We maken fouten. We hebben cognitieve fouten die we maken. En die zijn soms nuttig en soms helpen ze helemaal niet. Nou, wat we doen is, je kan van jongs af aan laten zien dat dit gebeurt. Aan kinderen kun je dat al uitleggen. En dan kun je zeggen van, wat ik heel leuk vind bijvoorbeeld op een school, is een win-win tafel. Dat ze zelf gaan nadenken, hoe kunnen we dit oplossen? Hoe zouden we dit, want ik kan wel bedenken van, hoe kan ik dit oplossen? Alleen mensen zelf moeten die wil hebben om het op te lossen. Dat is stap 1. En ten tweede moeten ze dan ook nog eens zich bewust van worden dat die neiging er is en dat ze dat doen. En de derde stap is, die is het moeilijkste nog, om dan het niet meer te doen. Ja, is dat zo? Dat lijkt me heel lastig, ja. Want die neiging is zo sterk dat je, die zit zo ingebakken dat heel lastig is. Het is niet onmogelijk, maar ik had bijvoorbeeld, als ik mijn studenten, ik zeg ook altijd, ik maak zelf ook onderscheid, ik discrimineer ook, maar dan tussen goede en slechte studenten. En wat is een slechte student? Het is geen slechte student, maar wel zijn opdracht niet goed heeft gemaakt. Ja. Maar wat ik altijd deed, ik keek nooit naar de naam, ik ging meteen lezen wat ze gedaan hadden. Oh, je wil je eigen bias voor zijn, zeg maar. Ja. Van, misschien heb ik het ook, het is toch cultureel ingebakken. Ja. Dus ik ga dat gewoon niet doen. Ontneem mezelf dat vooroordeel, of ja, zo. Ja, klopt. En het grappige is dat ik had heel veel internationale studenten, dus soms was ik aan het lezen en dan kwam ik op een gegeven moment, leerde ik wel herkennen dat bepaalde manieren van schrijven, bijvoorbeeld dat een Aziatische student was. Of daar ontkom je dan niet aan, maar dan was ik al halverwege de opdracht. Dus dan was ik al aan het nakijken, dan is het al weg, zeg maar, voor mijn gevoel ook, dat die hele bias. Wat ik deed toen ik die uitzending had gezien van Ongehoord Nederland, en ik zie daar een racistische ondertoon in de vraagstelling van die uitzending. Ik snap dat ze willen die politieke partij te kakken zetten. Ja. Dat is het doel. Maar dat doen ze met een eigen vorm van racisme. Ik denk, nou, dan schiet je je doel voorbij. Maar dan is er ophef en dan doet de voorzitter van die omroep, maakt een persbericht. Ja. En daar omschrijft hij het precies goed in. Maar wacht even, de intentie van die uitzending was om, ik kan nu de goede woorden niet precies, om het aan de orde te stellen. In de algemene zin aan de orde te stellen. Dat is niet waar, want in die uitzending vroegen ze discrimineren negers ook. Dus het was degelijk een racistische insteek. Maar hij corrigeerde dat wel als voorzitter.
Nou, kijk, wat er gebeurt is, de emoties lopen heel hoog op in dit soort debatten. En dan, als er emotie bij komt kijken, dan komt er ook vaak boosheid. En dan kunnen mensen niet meer rationeel nadenken van waar gaat dit nou eigenlijk over? Waar hebben we het nou eigenlijk over? Wat is discriminatie nou eigenlijk? En hoe kunnen we er tegen gaan? Dan schiet je eigenlijk je doel voorbij. En dat is jammer. Maar misschien was de intentie goed, alleen de uitwerking was dat het heel veel ophef ging veroorzaken in plaats van dat het debat goed op een goede manier aanzwengelde. Ik ben niet tegen ophef. Ophef is wel leuk. Maar ik kwam... niet? Wat vind je? Nee, ik heb daar geen mening over. Maar... ja. We even uit de tunnel. Ja. Ja, ik heb geen probleem met ophef als het een doel heeft, als het ergens toe leidt of zo. Ja. Dan vind ik het wel leuk. Klopt. Maar vaak is het ophef om het opheffen en dan gaat dat weer, dan ja, ebt dat weer een beetje weg en dan is er niks veranderd in de maatschappij. Dus dat is jammer. Nee. Ik denk, het is wel goed dat we daarover in discussie blijven. Maar als die boosheid alleen maar tot beschuldigingen leidt en versterkingen, want er gaan stemmen op om ze uit de publieke omroep te schoppen. Ja. Dus de polarisatie is alleen hier maar door vergroot. Ja, eigenlijk. Dus dat is jammer. Dan heb je doel niet bereikt, maar dan is ook de vraag van, nou ja, dan kom je eigenlijk weer bij een andere vraag. Moeten wij dit soort, of moeten we als maatschappij willen dat dat soort zenders er dan maar niet meer is of zo? Ja, dat is de vraag die door Tweede Kamerleden gesteld wordt, die in Nederland gesteld wordt. Ja. Nou? Ja, nou zelf denk ik dat je zoveel mogelijk stemmen gehoord moeten worden, tenzij ze gewoon alle perken te buiten gaat en weet ik veel. Ja, wanneer gaat dat te ver? Dat is heel lastig. Oh, dat is de wet, hè? Je moet je aan de wet houden. Nou, hebben ze zich niet aan de wet gehouden? Nou, dan moet je dus laten toetsen of dat aan de wet is gehouden. Ja. Of aan de omroepwet, dus de ombudsman voor de omroep wordt gevraagd hier een oordeel over te geven. Oké. Dat is het ding. Ja. Ja, het zou jammer zijn als dat hele palet aan stemmen steeds kleiner wordt. Want dat is natuurlijk al een beetje aan het gebeuren. Dat heel veel stemmen niet gehoord worden. Ook van zelfs van hoogleraren, van Nobelprijswinnaars. Iedereen die niet het juiste narratief heeft, wordt tegenwoordig het vuur na aan de schenen gelegd. Maar daar is de oplossing. En dat zeggen we vaker in dit soort gesprekken. Ja. Degene die de dialoog, die wegloopt voor dialoog, die heeft verloren. Ja. Dus in dit voorbeeld zou ik zeggen... Sylvana Simons, de voorvrouw van Bijeen, van die politieke partij, nodig haar uit bij Ongehoord Nederland om in debat te gaan met iemand die daar in dit item zat. Ja. Om te kijken, wat moeten we nou met discriminatie en hoe zorgen we dat we dat uitbannen? Want we zeggen allemaal niet racistisch te zijn. Nou, top, dan zijn we het daar dus over eens. Ja, lijkt me een goed gesprek. Precies, dat is een goede basis voor een gesprek. En kijk, wat je natuurlijk wel doet is... Wat we vaak gaan doen is oplossingen die geen oplossing zijn. Als wij die stem niet meer laten horen of zeggen van jongens, die oproep moet weg of ik voor wat. Ja, daar hebben we het probleem nog steeds niet mee opgelost. Dan heb je alleen maar mensen een stem ontnomen. En tegen elkaar opgezet. En tegen elkaar opgezet en er is boosheid en die gaat dan ondergronds. Kijk, daar moet je natuurlijk nog meer voor opletten. De mensen die niet mogen spreken, die hun mening niet mogen uiten, die wordt vaak radicaler. Ja. Die mening wordt dan radicaler omdat die het niet meer kunnen toetsen. Aan juist de mensen die zeggen van, maar wacht eens even, wat je daar zegt is gewoon klinkklare nonsens of dat klopt niet of er is wetenschappelijk onderzoek dat en dat zegt of laten we nou eens kijken waar we het over hebben. Als dat niet meer getoetst wordt en dat helemaal ondergronds geduwd wordt, heb je kans dat dan is nog dat radicaler wordt. Wat wij meegeven aan de Ombudsman voor de Media, aan Bijeen en aan Ongehoord Nederland. Dat zou ik inderdaad al willen zeggen. En toevallig kom ik erachter, we hebben natuurlijk een filmpje gemaakt over acnatology, hè? Ja. Dus hoe informatie gepresenteerd wordt. Dus bijvoorbeeld tabaksproducenten die zeggen van heel lang gezegd hebben of in het midden gelaten hebben of het nou goed of slecht was voor de gezondheid. En zelfs gezegd hebben dat het goed was tegen stress en ook voor zwangere vrouwen oké was. Nou, dat soort informatie... En de mate waarin mensen informatie verwerken, want alles is voor mijn gevoel informatie. We hebben het nu steeds over desinformatie, maar het is informatie die een hogere of een slechte kwaliteit is, of bewust verkeerd gedraaid wordt, of niet bewust, of onbewust. Nou, ik heb me dus de hele leven bezig gehouden, of mijn wetenschappelijke leven, met hoe wordt informatie verwerkt, hoe verwerken mensen informatie en hoe kun je dat optimaliseren. Dat mensen de juiste informatie selecteren, die ze nodig hebben op dat moment. Dat ze op de juiste manier wegen en dat ze ook nog eens, net als de derde stap al, de juiste beslissing nemen op basis daarvan. Nou, dat blijkt dus cognitronics te heten, dat is heel grappig. En dat heeft als doel om de verstoring in de perceptie van de wereld te expliciteren.
veroorzaakt door de informatiemaatschappij en globalisering. En dat lees ik even nu van Wikipedia. Want dat is voor mij nieuw dat ik dit onderzoek onderwerp bezig ga. De term is cognitronics. Cognitronics, ja. Dat is echt... Een samentrekking van cognitie, verstand of zo. Ja. En electronics, denk ik dan. Ja, ik heb... Ik moet nog even uitzoeken waar de term... Wie die heeft bedacht en waarom die precies zo... Ik kon hem in ieder geval niet meteen onthouden. Maar cognitronics bestudeert en is op zoek naar de mogelijkheden tot verbetering van cognitieve mechanismen, van het verwerken van informatie en de ontwikkeling van de emotionele sfeer van de persoonlijkheid. De manieren die gericht zijn op compensatie van waarden en ontwikkeling van hoe je die informatie in ieder geval verwerkt. Dat staat nog een heel lang verhaal achter, dat moet je zelf maar lezen op Wikipedia. Ja. Maar in ieder geval gaat het erom hoe selecteer ik informatie, hoe vind ik informatie, hoe selecteer ik het. Hoe weeg ik het? En op basis daarvan neem je besluiten. Hè? Dus neem je besluiten in je dagelijks leven over je gezondheid, over alles. Toen ik dus die sollicitatiegesprekken deed, je begint met het cv, met het curriculum vitae. Ja. En als je daaruit pikt, wat is de achternaam, of wat is het geslacht, of wat is de leeftijd, ja, dan weeg je dus niet op de kwaliteiten. Vaak zit er ook een foto bij, dan kijk je daarnaar. En er zijn wel manieren om dat tegen te gaan. Een collega van mij aan de Erasmus Universiteit die is daar specialist in. Dus ik zou echt eens dat opzoeken. Bijvoorbeeld één manier waarop je het al een beetje tegen kan gaan is ongeveer dezelfde vragen stellen aan iedere sollicitant. Ik doe zelf ook sollicitatiegesprekken, dus dan kijk ik hoe doe ik dat wetenschappelijk gezien het beste. Nou ja, zoveel mogelijk ook dezelfde vragen stellen. Want als je hele andere vragen gaat stellen, dan wordt het moeilijk wegen welke sollicitant het beste is. Ja, jij probeert jezelf te beschermen tegen je eigen veronderstelde vooringenomenheid. Ja. Ik was verantwoordelijk voor dat team en ik ga kijken wat heb ik nodig in mijn team. Dus volgens mij, en dat is dan, het was in ICT, dus dat zijn vooral mannen. Ja. Dus dan denk ik, oh, een vrouw, dat is goed. dan heb je een beetje balans in je team. Dus ik was juist omgekeerd discriminatie aan het doen. Ik dacht, die wil ik hebben hier voor dat team. Ja. Dus zo kan het ook. Zo kan het ook. Tenzij je natuurlijk zo door daarin slaat, misschien van, ik wil een vrouw hebben en het is niet zo geschikt, maar ik neem toch maar die vrouw. Ja, dan is het gaat om kwaliteit. Alles begint met kwaliteit. Ja. Dat zou ik wel denken. Nou, we zijn bijna waar we zijn willen. Dankjewel. Hartstikke goed. Jij ook bedankt.